In de acute psychiatrie kan alles een wapen zijn. Medewerkers maken zich grote zorgen om hun veiligheid. Er zijn steeds meer patiënten die met spoed psychiatrische hulp nodig hebben. Het personeelstekort neemt toe en de isoleercel wordt minder vaak gebruikt. Hierdoor ontstaan extra risico's voor de medewerkers. Een beetje geweld hoort erbij, is de heersende opvatting. Maar hoe ver is te ver? De onduidelijkheid hierover is een probleem, zeggen medewerkers en experts. Is een worsteling met een patiënt onderdeel van het werk? Ook als je daarbij gewond raakt? Hierover is een debat nodig.